ziet er hier heel leeg uit. Ja, en dat, moet veranderen. Ja. Ja, zoals je kunt zien staan we hier inderdaad op een ontzettend kale vlakte in de nieuwbouwwijk Brezant. In het originele plan was het al de bedoeling dat hier een speeltuin zou komen. Helaas echter door de tegenvallende verkoop van de huizen heeft de projectontwikkelaar dat in de koelkast moeten zetten. Dus zijn we met de buurt samengekomen, hebben we een projectgroep opgestart en we doen het gewoon zelf. Wat moet er allemaal komen? Nou, een glijbaan, een pop en een parcours over het water heen. En een trampoline. Mij lijkt het best wel leuk als je met z'n allen en ook de kinderen van 12, 13 jaar ook leuk kunnen spelen. Ik denk dat jullie allemaal aan het sparen zijn. Ja. Nou, sparen hoeft niet, want met een rommelmarkt, een loterij en crowdfunding stroomt het geld binnen. Het totale project staat nu op 44.000 euro. Het betekent echter wel dat wij als buurt zijnde, als Groenhof, zo'n 7.000 euro via crowdfunding moeten gaan ophalen in 6 weken tijd. www.voorjebuurt.nl/roverseiland.